Van 14 tot 24 januari gaat in de Heyselpaleizen de 88ste European Motor Show Brussels door, oftewel het lang verwachte autosalon. Tot het zover is, geeft AutoTV u iedere week in avant-première een overzicht van welke auto's u daar allemaal zal aantreffen. De groenste en de ruimste zag u al. In deze aflevering zoeken we de populairste. Het voetbalstadion van Anderlecht. We staan hier op heilige grond. Elke thuiswedstrijd loopt deze arena vol met enkele tienduizenden enthousiaste fans. Zij komen hun helden aanmoedigen. Voetbalspelers zijn populair. Maar elke supporter heeft zijn favoriet. En bij de keuze van een auto is dat niet anders. Bepaalde auto's, bepaalde segmenten zijn heel populair. Populariteit laat zich echter moeilijk meten. De meest populaire zijn natuurlijk de Berlines en de Breaks, maar auto's zijn modegevoelig. Kijk maar naar de opkomst van onder andere de compacte SUV's. De markt van de Berlines heeft de afgelopen 15 jaar rake klappen gekregen door de opkomst van de monovolumes en de SUV's. Maar deze categorieën van wagens zijn duurder en iets minder zuinig, waardoor de ruime Berline vandaag weer aan populariteit wint. Ook omdat de Berline dynamischer rijdt. Vaste waarden in dit segment zijn de Audi A4, de BMW 3-reeks en de C-klasse van Mercedes. De nieuwkomer bij uitstek is de Opel Insignia, die een ferme stap hoger staat dan zijn voorganger, de Vectra. Skoda vernieuwde haar verdienstelijke Octavia en ook Toyota gaf de Avensis een upgrade met een verrassend gamma zuinige benzinemotoren. Onderaan de prijsladder biedt de Chevrolet Cruze bijzonder veel waar voor zijn geld. Naast Berlines krijgen ook Breaks weer meer aanhangers. Ze hebben hetzelfde verbruik en rijgedrag als een Berline, maar ze bieden een toegankelijkere koffer. Al is niet elke koffer een ruimtewonder. Een Break is vandaag een lifestyle-product geworden, waarbij design het vaak haalt van laadvolume. De Opel Insignia Sports Tourer steelt de show met zijn schelpvormige kofferklep. Hij verzoent elegantie met volume. Door de auto achteraan iets langer te maken, stijgt het koffervolume naar 540 liter. Mercedes is andermaal trouw op post met de ruime en luxe breekversie van de E-klasse. Ook Seat laat met de Exeo ST van zich horen, scherp geprijsd en royaal uitgerust. Tot slot zorgt Skoda met de Superb Combi voor een break van formaat. Omdat we het liefst rijden met mooie en trendy vierwielers, kunnen we niet om de SUV's heen. Ondanks de harde tijden in Autoland blijven ze immens populair. Op het autosalon van Brussel staan vooral de nieuwste versies van vooral compacte SUV's onder de spots. BMW pakt uit met de geslaagde X1, die in feite op een ingekort platform van de 3-reeks rust. Met potige maar zuinige motorisaties lijkt succes verzekerd. Audi en Land Rover werken inmiddels ijverig aan concurrentie. Hyundai heeft met de iX35 een opvolger voor de Tucson klaar. Ook hier een kleinere 1.7 dieselmotor, goed voor 115 pk. Iets minder compact, maar daarom niet minder populair, is de nieuwe Kia Sorento, die voortaan een zelfdragend koetswerk en een 2 liter dieselmotor krijgt. We kunnen dus aan de hand van trends afleiden welk model al dan niet in is, maar de populariteitsmeter bij uitstek blijven de verkoopcijfers. Zwart op wit. En daarom kleven we het label van de populairste op de best verkopende wagen van het moment. De Volkswagen Golf voert de ranking aan. Niet verwonderlijk, want met zijn Blue Motion kit hoest hij minder dan 105 gram CO2 uit. En daarmee heeft hij recht op de overheidspremie van 15%. Hij zal dat kroontje stevig moeten verdedigen, want Opel zet in Brussel de nieuwe Astra in de startblokken. Dat de beste mogen winnen.